Wij zijn hier als IND aanwezig in Zoutkamp om de Afghaanse evacuees die hier in de noodopvang verblijven te registreren. Zodat we ze later in de asielprocedure weten wie we voor ons hebben. En er zit hier ook een groep die nog gaat doorreizen naar een ander land. Ja, de werkzaamheden die wij op dit moment hier uitvoeren zijn het in kaart brengen van de mensen die hier verblijven. Dus puur registratie. En dat is eigenlijk om te filteren of iedereen die hier nu zit ook daadwerkelijk als eindbestemming Nederland had. Wij zijn begonnen met contact leggen met de COA die hier de eerste groep toen al aan het opvangen was. Wij zijn begonnen met het in kaart proberen te krijgen wie ligt op welke kamer. Ja, het is allemaal een beetje ad hoc geregeld. Het is nu eigenlijk gewoon de kamers bij langs en zorgen dat iedereen die er hier zit een gesprek met ons krijgt. Dat is heel kort, we noteren even wat gegevens. Als blijkt dat iemand inderdaad op uitnodiging van Nederland of een link met Nederland heeft, dan gaat hij naar de Koninklijke Marechaussee. Die nemen vingerafdrukken af en daarmee gaat iemand dan vervolgens de asielprocedure in. De mensen zitten hier veilig, hebben een dak boven hun hoofd, hebben hun familie hier zitten, dus voorlopig zitten ze hier goed. Zodra bekend werd dat ik dit project mocht gaan leiden, kreeg ik vanuit alle kanten vanuit de organisatie aanbod om kunnen wij op een of andere manier helpen, van recruitment tot aan de administratieve ondersteuning. Ja, het leeft enorm dit en je merkt dat en iedereen die hier komt, die gaat ook echt volle krachten tegenaan. Dat is heel mooi. Mooi om dat samen zo aan te pakken. Nou, deze doelgroep is de doelgroep in mijn beleving waarvoor je bij de IND gaat werken. Dit zijn mensen die hebben moeten vluchten voor hun leven. Het is samen met ketenpartners echt heel veel kunnen betekenen voor mensen in een korte tijd eigenlijk. Door samen met z'n allen de schouders onder te zetten. Ik hoop door mijn bijdrage ervoor te zorgen dat ze ook op korte termijn duidelijkheid krijgen over hun toekomstperspectief.